en heel kort een introductie geven op dit webinar Gefocust Ondernemen door Maarten de Bie. De meeste mensen hier kennen mij en kennen misschien Maarten ook, maar voor mensen die Maarten niet kennen, Maarten is mijn vriend en was ook 4,5 jaar mijn werkgever. Nu, ik weet niet in hoeverre dat aan bod komt in zijn webinar. Het is voor mij ook nog een beetje een verrassing wat er allemaal gaat komen. Maar gefocust ondernemen is wel iets dat eigen is aan Maarten. Iets dat ik van hem ook meegekregen heb. Dus het was eigenlijk wel logisch dat Maarten daar ook iets over zou vertellen. Wat kan ik nog vertellen? Heel kort over ondernemers.be. We zijn op vandaag met 19 leden. Sinds 1 september zijn we gestart met een lidmaatschap en er zijn al 19 leden. Dus daar ben ik heel blij mee. Een van de leden is hier, twee, Herman en Maarten. Dank je wel. En er zijn nog een aantal events ook gepland in de toekomst. Dus 15 november gaan we speedeten in Kortrijk en 15 december in Denderleeuw. 27 januari kan je naar de nieuwjaarsreceptie komen met een keynote over connecteren en deconnecteren door Bert van Connectie, ook zeker een aanrader. Dus kijk gerust een keer op de website. Als je zin hebt om erbij te zijn, schrijf je dan gerust in. Voilà, tot zover mijn introductie. De rest ga ik aan Maarten overlaten. Dus Maarten, het is aan jou. Dankjewel, Phoebe, voor de introductie. Nu, gefocust ondernemen. Ik ben, even mezelf voorstellen, dus behalve de vriend van Phoebe, ook zaakvoerder van communicatiebureau Accolade en het voedingsbedrijf Nimavert. Ik noem mezelf altijd ondernemer. Het is niet dat ik niet graag bezig ben met communicatie of met die voeding, maar ik ben vooral gepassioneerd door het ondernemen. Dat is niet altijd zo geweest. Enfin, misschien wel, maar ik heb het eigenlijk nog niet zo heel lang geleden ontdekt van mezelf. Want eigenlijk gefocust ondernemen, ik ga daar straks een aantal heel leuke oefeningen voor meegeven die jullie zelf kunnen maken. Maar vroeger was ik zelf absoluut niet zo. Vroeger was ik eigenlijk een slaafse ondernemer. Slaaf van mijn klanten, mijn agenda, mijn planning, voor zover dat die eigenlijk bestond. En hoe ben ik ertoe gekomen? Waarom ben ik ondernemer geworden? Ik werkte in loondienst en ik wilde graag een centje bij verdienen. Ik had de opleiding vertaler-tolk gedaan, dus ik ging maar vertalen in bijberoep. Hoe begin je daaraan? Oh, gewoon even gaan zoeken op internet. Hè. Wat is er allemaal te vinden? Ik vond op een jobsite een platform waar heel veel vertaalopdrachten op werden gepost en ik begon gewoon op alles te reageren. Ik had geen specialisatie, dus was ik ineens in alles gespecialiseerd. En ik deed maar wat. Enfin, ik deed mijn best, maar ik deed ook maar wat. Het was eigenlijk zonder plan. Heel leuk, op den duur begon dat te werken, begon ik heel veel werk te krijgen en moest ik een keuze maken van hoe ga ik het doen? Ik krijg niet alles meer in één dag. Oké, dan geef ik mijn job maar op. Wat is het plan? Geen. Ook niet bij stilgestaan dat ik geen plan had. Gewoon volledig zelfstandig vertaler geworden. Intussen had ik met mijn ex-kotgenoot nog een leuk hobbyprojectje. We waren in onze garage beestjes aan het kweken, insecten, om daar dan misschien iets mee te gaan doen voor vissers of voor dierentuin of waar dat ze dan ook onze insecten nodig zouden hebben. Geen plan. Een tijdje later kreeg ik telefoon van mijn boekhouder. Er staat een klant van mij te koop, is Accolade. Heb je interesse? Wauw, oké, is goed. Moest ik wel een beetje van een plan hebben, want anders kon ik de bank niet overtuigen om die mee te krijgen. Heb ik dan ook maar gedaan en plots was ik zaakvoerder van Accolade. Had ik onder andere Phoebe in dienst en nog iemand. En was ik nog altijd bezig met het hobbyprojectje dat toch eigenlijk ook wel flink uit aan het groeien was tot een echt project, een echt bedrijf. We stelden vast dat de teksten die onze klanten sturen, dat die niet al te best waren bij momenten. Dus begonnen we ook te zeggen van zeg, mogen we eigenlijk die niet van scratch schrijven of heel grondig corrigeren? Ja, oké, okay, is goed. Weet je wat, Phoebe? We gaan vanaf nu zetten op onze website dat we ook copywriting doen. Ja, gaan we doen. En beste klant, als we dan toch jouw tekst mogen schrijven, dan zouden we eigenlijk wel het advies geven om die een beetje meer te gaan delen op jouw Facebook en misschien hier en daar een kleine aanpassing te gaan doen op jouw website, want dan ga je gemakkelijker gevonden worden in Google. Zeg, Phoebe, wij zijn online marketing aan het doen, hè? Ja. Gaan we dat ook op onze website zetten? Ja, wel. Wij doen ook online marketing vanaf nu. En zo kwam dat eigenlijk er maar steeds bij en begon mijn bord niet heel vol te liggen, maar zag je mijn bord niet meer onder de berg die erop lag. Dat is allemaal heel leuk, maar het voelde eigenlijk een beetje als met een fiets van een berg rijden. In het begin denk je van, hey, dat is wel leuk, ik moet niet echt trappen. Na nog een beetje denk je van, oehoe, ik ben hier echt meters aan het draaien. En nog een beetje verder denk je, ik doe in mijn broek, want ik kan niet meer remmen. Als er nu iets afkomt, dan crash ik en crash ik hard.
Dus dacht ik van, er moet iets veranderen. De vier oefeningen die ik nu meegeef, die lijken op zich simpel, maar die zijn voor mij een heel ontdekkingsproces geweest. Ik heb ze geprobeerd om zo makkelijk mogelijk te organiseren voor jullie. En ik zou zeggen, maak ze zeker voor jullie zelf. Orde op zaken stellen. Hoe heb ik dat nu gedaan? In de eerste plaats, we zijn allemaal ondernemer, of ik denk het toch. Als hier mensen tussen zitten die geen ondernemer zijn, beeld jezelf dan in dat jouw klanten dan jouw medewerkers of jouw collega's zijn, jouw partners in het bedrijf, wie dan ook, want dat is eigenlijk op iedereen van toepassing. Maar dus in de eerste plaats ben ik gaan nadenken, wie ben ik eigenlijk als persoon, hoe zit ik in elkaar? En vooral op privévlak dan, in de eerste plaats, hoeveel tijd wil ik eigenlijk liefst samenbrengen met mijn gezin, mijn vrienden en mijn familie? Hoe ziet die ideale situatie eruit? Wil ik 's ochtends de kindjes naar school brengen? Wil ik ze gaan halen? Ben ik er oké mee dat ik bijvoorbeeld de voetbalmatch van mijn zoontje mis omdat ik mijn facturen maak of vind of denk dat ik ze moet maken? Of heb ik toch liever het hele weekend vrij? Hoe zien mijn avonden eruit? Ga ik na het avondeten nog een tijdje naar mijn bureau zitten? Of zitten we gezellig samen in de zetel naar Netflix te kijken of wat dan ook? Etentjes. Vinden we dat belangrijk om dat regelmatig te gaan doen of zegt ons dat niet zoveel? Eigenlijk proberen zoveel mogelijk in detail het ideale privéleven voor te schrijven. Waarom? Omdat je eigenlijk in dat privéleven jouw ideale werkleven er nog moet tussen krijgen. Tweede puntje is eigenlijk de financiële situatie. Dat is ook een doelstelling op zich waar je naartoe kunt en eigenlijk moet streven. En ik zou zeggen, beschrijf dat ook zoveel mogelijk in detail. Waar zie ik mezelf eigenlijk wonen? Wees heel materialistisch. Zeg niet van the sky is the limit, ik wil 100 miljoen. Maar als je zegt van ik wil 100 miljoen, waarom wil je eigenlijk 100 miljoen? Is dat omdat je denkt dat je pas vanaf 100 miljoen die gemoedsrust hebt, dat je nooit meer in de problemen gaat komen? Of kan dat ook vanaf 2 miljoen of 1 miljoen? Ik weet dat niet. Er is niemand die dat kan beslissen, behalve jijzelf. Hoeveel wil je verdienen op dat moment? Alles bepaal jij zelf, maar je moet voor jezelf wel nu gaan opschrijven, enfin nu, na dit webinar gaan opschrijven, wanneer jij eigenlijk zelf tevreden bent met je financiële situatie. Voor de ene gaat dat zijn dat hij gewoon op zijn gemak zit. En dat kan een klein huisje zijn en een oud autootje, weet ik veel wat. De andere is al dromen van een gigantisch kasteel met bij voorkeur 3 Ferraris en dan een Lamborghini in de garage, weet ik het veel. Schrijf dat echt voor jezelf op, dat je er echt een beeld van hebt. En beeld jezelf ook in dat je die situatie al hebt. Dat helpt om dat te visualiseren. Het derde is mijn ideale fysieke situatie. Dat is eigenlijk geen doel op zich. Als ik zeg, ik wil binnen een jaar een marathon lopen, dan doe ik dat. Maar als ik dan een half jaar niks meer doe, dan ga ik dat niet meer kunnen lopen. Een lichaam, daar blijf je aan werken. En als ik even een heel klein zijsprongetje mag maken, stel je voor dat je morgen iemand aan je voordeur hebt die zegt, dit is mijn wereldberoemde racepaard, het kost 1 miljoen. En je moet er een jaar goed voor zorgen. Wat ga je doen met dat beest? Je gaat het perfect verzorgen. Je gaat het absoluut geen alcohol geven. Je gaat het ook geen frieten geven. Je gaat zorgen dat het genoeg beweging heeft, de gezondste voeding, de beste slapen, weet ik veel wat. Om ervoor te zorgen dat er niks gebeurt met dat paard van 1 miljoen op het moment dat je het moet teruggeven. Wel, wij zijn geen paard van 1 miljoen, maar ons lichaam is nog veel meer waard dan dat. We hebben maar één lichaam. En dus is de vraag, wat wil jij eigenlijk? Hoe wil jij dat jouw fysieke situatie eruit ziet? Wat wil jij kunnen met jouw lichaam? Hoe zie je jouw lichaam? Om ervoor te zorgen dat je tevreden bent met hoe je bent en wat je kunt op fysiek vlak. Ook de mentale aspecten, die zijn heel belangrijk. En ook daar is het niet echt een doel dat we onszelf kunnen stellen, maar eigenlijk een ongoing project opnieuw. Hoe tevreden ben ik nu met hoe ik me voel? Wat heeft een impact op mij? Van welke dingen raak ik snel getriggerd? Van welke dingen krijg ik schrik? Probeer dat ook allemaal uit te schrijven. En ga daar op zoek naar specifiek die triggers en hoe je ze eigenlijk zou kunnen gaan aanpakken, ervoor zorgen dat ze niet meer aanwezig zijn in jouw leven, of de dingen waar je net heel blij van wordt, dat die net meer aanwezig zijn in jouw leven, om ook op emotioneel vlak een stuk tevredener te zijn met jezelf. En dan het laatste, ben ik voldoende in contact met mezelf? Dat klinkt heel erg Ingeborg, maar ik bedoel er vooral mee dat je moet tevreden zijn met de manier waarop jij nu je leven leidt. Los van wat het financieel betekent of op privévlak, maar dat je echt tevreden bent met jezelf, hoe jij in het leven staat en wat jouw plaats is in de maatschappij. Het is moeilijk om te beschrijven,
Maar toch, als je gaat graven, als je gaat opschrijven, want dat is echt het allerbelangrijkste, als je deze oefeningen maakt, dat je het echt schrijft, dat je het uitschrijft, dat je het ziet ontstaan voor jezelf, dan ga je vanzelf beetje bij beetje zien ontstaan waar je nu niet 100% tevreden mee bent of waar je eigenlijk gewoon liefst aan wil werken. Dan de tweede oefening, als we dan even de vertaalslag gaan maken naar ons professionele leven, is de vraag, waar ben ik nu eigenlijk allemaal mee bezig? Als je even naar mijn situatie ging van een tijdje geleden, ik deed zelf nog wat online marketing en ik was nog aan het vertalen en ik was nog met van alles en nog wat bezig. Wel, wat kan ik allemaal goed of goed genoeg om met een zekerheid te kunnen zeggen, ofwel aan mijn klanten ofwel aan mijn collega's, dit is iets wat ik kan doen. Dit mag je aan mij toevertrouwen. Lijst dat op, al die zaken. Ik ga je trouwens op het einde van het webinar een aantal praktische tips geven om deze oefening, om jullie te begeleiden in deze oefening straks. Schrijf dus voor jezelf op, wat kan ik allemaal goed genoeg dat ik kan zeggen, dit mag je aan mij toevertrouwen, dit ga ik wel doen. Iets wat niet helemaal hetzelfde is, is wat doe ik graag. Misschien ben ik wel heel goed in administratie of weet ik veel wat, ben ik daar uiterst efficiënt en snel in, maar doe ik het absoluut niet graag. Het is niet omdat je iets aanbiedt aan jouw klanten, dat je het ook echt wel graag doet. Dus ook daar maak je een lijst van wat je allemaal wel graag doet. Volgend puntje is, wat bied je nu aan jouw klanten aan? Hoe ziet jouw aanbod er nu uit? Met andere woorden, voor welke diensten vraag je nu geld aan jouw klanten of zeg je nu tegen jouw collega's of partners, hiervoor kun je bij mij terecht. Wat zou ik allemaal aan mijn klanten kunnen aanbieden? Het kan zijn dat je in het eerste puntje dat je zegt, ik ben hier en hier en hier wel goed in, maar dat je het nog niet doet. Of dat je het nog niet aanbiedt aan jouw klanten. Schrijf die zaken ook op die je zou kunnen aanbieden aan jouw klant. En voor welke diensten komen klanten eerst naar mij? Wacht, even, kotje staat voor. Voilà. Komen mijn klanten eerst naar mij? Het gaat erom om te zoeken welke entry point klanten hebben bij jou in het bedrijf. Als je 10 diensten hebt, maar er zijn maar 2 diensten waarvoor je klanten in het eerst in aanraking komen met jou, en pas dan gaan ze die andere diensten gaan afnemen bij jou, wel, dan zijn het die 2 diensten die je hier opschrijft. Schrijf misschien met een kleine kanttekening er ook bij, als er van die andere 10 diensten een paar diensten zijn die jouw toppers zijn, zet daar een asterisk bij, die gaan we straks nog nodig hebben. In de derde oefening is waar de magic gebeurt, waar we effectief iets gaan doen met die lijstjes die we gemaakt hebben, met onze ideale situaties die we opgeschreven hebben, gaan we daar iets mee gaan doen. Het eerste dat we gaan doen, is al de diensten die je nu aanbiedt, die je zou kunnen aanbieden, dat je die gaat rangschikken volgens de waarde. Ik zeg heel specifiek de waarde, omdat we eigenlijk moeten proberen om los te komen van wat vraag je ervoor, maar wat is het waard voor jouw klanten? Het is een oefening die niet altijd even gemakkelijk is. Als het te moeilijk is, dan kan je wel zeggen van wat vraag ik er nu voor mijn klanten en wat levert het mij eigenlijk op in euro's, in marge, noem maar op. Anderzijds zou je ook kunnen zeggen, wat is het waard voor mijn collega's als ik zeg van stop met die facturatie, ik ga dat wel doen. Wat zou iemand anders daarvoor vragen om dat te doen? Rangschik volgens de klanteninstroom. Zoals ik daarnet al zei, als je 10 diensten hebt, maar er zijn maar 2 diensten langs waar jouw klanten effectief bij jou binnenkomen, ja, dan moet je je afvragen of dat je nog heel specifiek moet proberen, om het kort door de bocht te zeggen, reclame te maken met die andere 8 diensten. Dan kun je misschien beter gaan pushen op die 2 diensten om zo nog meer klanten binnen te krijgen en eens ze binnen zijn, om ze te laten doorstromen naar die andere diensten. Rangschik ze volgens hoe graag je het doet. Een hele belangrijke voor mij, want dat zal voor een groot stuk... In die eerste persoonlijke oefening die we maakten, dat zal voor een groot stuk bepalen hoe goed je je mentaal voelt en of dat je eigenlijk wel tevreden bent of dat je in contact bent met je innerlijke zelf, om het op zijn ingeborst te zeggen. Als je te veel dingen moet doen op een dag die je niet graag doet, dan ga je niet tevreden zijn op het einde van de dag van wat je allemaal hebt gedaan. Dan ga je op de duur jezelf beginnen vastrijden, net zoals ik deed, in allemaal taken die op jouw bord liggen en die je moet doen, omdat je eigenlijk, als die niet gedaan zijn, niet aan jouw leuke taken kunt beginnen. Als we die allemaal hebben opgelijst, dan hebben we nog het vervolg van de magic, want dan moeten we daar ook nog iets mee gaan doen. De dingen die je niet graag doet, waar je niet genoeg geld mee kunt verdienen,
Of waar je bijvoorbeeld geen instroom van klanten op krijgt en waar je ook niet genoeg klanten op hebt, moeten we ofwel gaan uitbesteden ofwel gaan schrappen. Afhankelijk van of het het waard is om het nog te gaan uitbesteden. Als het bijvoorbeeld, ik ga terugkomen naar die 10 diensten. Als er 5 van die 10 diensten voldoende klanten opleveren, daar zit voldoende marge op, maar je doet het eigenlijk liever niet, dan kun je die beter gaan uitbesteden. Want dan heb je meer tijd en meer vrijheid voor jezelf om die 5 diensten naar voren te duwen die je wel het liefste doet. En zo kun je zelf weer meer voldoening halen uit je werk. Dan ga je eigenlijk, als je daar blijft op focussen, ga je zien dat je steeds meer van jouw leuke dingen gaat binnenkrijgen, dat je misschien steeds minder gaat moeten uitbesteden, omdat daar ook minder werk van gaat binnenkomen. Wees zeker ook niet bang om te schrappen. Het hoeft niet gezegd te worden, enfin, toch niet afheven, dat ik wel een aantal zijsprongetjes heb gemaakt onderweg tussen Nimaver en Accolade. Een stukje bedrijfscoaching, of hoe je het ook wil noemen. En dat is eigenlijk hetgeen wat ik nu aan het doen ben, dat ik nu aan het vertellen ben. Daar ben ik echt gepassioneerd door en dat wilde ik echt heel graag doen. Maar op dit moment, ik heb het grote plaatje gelegd, ik weet waar mijn einddoel is en hoe mijn plan daar naartoe is. Op dit moment past dat er niet bij. Ik heb dat geschrapt, het heeft geen zin om dat nu nog vooruit te gaan duwen. Ik heb het geschrapt en ik ben andere dingen aan het uitbesteden. Het komt terug, maar op die manier weet ik wel waarom ik nu alles aan het doen ben. Een tweede belangrijke oefening die je voor jezelf moet maken, is voor die diensten waarvan je denkt, ja, ze brengen mij niet genoeg op, of ik heb moeite om dat verkocht te krijgen aan klanten. Ze willen het precies niet bij mij afnemen. Om meer waarde te creëren. En opnieuw, ik zeg weer, meer waarde creëren en niet gewoon sla je prijzen op. Met meer waarde creëren bedoel ik dat je gaat uitleggen aan je klanten, ik ga het anders zeggen, dat je niet gewoon zomaar per uur gaat nadenken voor jezelf, maar dat je zegt, kijk, als ik nu dit eindresultaat beloof aan mijn klanten, bijvoorbeeld Febe, die zegt van, op het einde van mijn persoonlijk traject beloof ik jou dat je LinkedIn in orde staat, dat je weet wat je moet communiceren, dat je weet hoe je het moet communiceren, dat je zelf ook de inspiratie krijgt omdat ik jou het heb geleerd, is dat veel meer waard dan dat ik zou zeggen tegen Febe. Febe, kun je mij daarin begeleiden? Dat gaat mij ongeveer 20 uur of dat gaat jou 20 uur kosten. Dat is ongeveer 1000 euro zeker, 50 euro per uur. Enfin, los van het feit of dat 50 euro per uur nu een eerlijk tarief is of niet, dat doet er niet toe hoe lang Febe daaraan zit. Het is wat het voor mij waard is, dat ik weet wat ik moet communiceren en hoe ik moet communiceren. En zo kun je ook voor alles, voor je eigen diensten, of zelfs eigenlijk voor je eigen taken binnen het bedrijf, mocht je niet de zaakvoerder zijn, kun je daar ook gaan nadenken, hoe kan ik meer waarde creëren voor mezelf? Als je bepaalde repetitieve taken zou uitvoeren binnen het bedrijf, in opdracht van partners, collega's, kun je ook gaan nadenken van, zijn er manieren waarop ik dit beter kan doen, waarop ik dit anders kan doen? En dan is een laatste puntje. Werk aan jouw customer journey. Nu, al die oefeningen die zullen een beetje door elkaar lopen en ik ga er niet van uit dat je dat heel snel op een kwartiertje gefixt krijgt. Maar met jouw customer journey bedoel ik dan, als je iets meer waarde hebt gegeven en je weet wat je zelf graag doet en je weet wat jouw klanten het liefst hebben, dus langs waar ze binnenkomen bij jou in het bedrijf, dan kun je gaan zoeken van, goed, hoe kan ik de klant langs hier doen binnenkomen en dan laten doorstromen naar die diensten die ik het liefste doe of waar ik het meeste aan verdien. Dat zijn bij voorkeur dezelfde natuurlijk. En hoe zorg ik ervoor dat ze dan op een bepaalde manier toch nog die in dienst blijven nemen? Dat blijft eigenlijk ook een ongoing process om ervoor te zorgen dat je de diensten die het of de taken die het liefste doet, die het leukste vindt, die het meeste opbrengen en die je klanten ook het meest appreciëren, dus waar je het meeste klanten op krijgt, dat dat allemaal dezelfde zijn. Maar opnieuw, dat zijn oefeningen die je eigenlijk bijna naast elkaar en tegelijk moet maken. Als je ze allemaal afzonderlijk maakt, dan kom je telkens andere resultaten uit. Maar als je daaraan blijft werken, zoals ik zei, dan komt dat op de duur wel vanzelf naar voren. Nu, enkele praktische hulpmiddelen die ik heb om die oefening te maken, want het gaat snel en zoals ik zei, het is niet gemakkelijk om die oefening te maken. Het heeft mij, ik denk, 2-3 jaar gekost om gewoon nog maar te denken wat die oefeningen zijn. En ik besteed er eigenlijk wekelijks nog wel een aantal uur aan om dat telkens verder te verfijnen. En als je denkt van, ik ben er, dan geef je jezelf een paar uur de tijd om daar eens grondig over na te denken. Ga wandelen, ga fietsen, ga zwemmen, weet ik veel wat, of gewoon niks doen. En plots komt daar weer een idee waardoor die oefeningen niet meer tellen.
waardoor je denkt, oei, ik moet alles weer opnieuw maken. De eerste tip die ik heb om die oefeningen allemaal te maken, is ID-lists. ID-lists. Geen idealisten, maar lijsten met ideeën. Je pakt een leeg blad papier, je schrijft er 20 puntjes op, zonder meer, en je geeft voor elke vraag die je zelf stelt, verplicht je jezelf om 20 antwoorden te geven. Is dat makkelijk? Nee, totaal niet. Die eerste 5 antwoorden die komen vanzelf. De tweede 5 antwoorden komen met een heel klein beetje denkwerk. Op de derde 5 antwoorden zit je wel al even te schieten. En die laatste, ik kan je garanderen, je zit op dat blad te kijken en je hoopt dat het wegvliegt. Maar het is op dat moment dat er opnieuw magic gebeurt. Je forceert jezelf om creatief te gaan denken. En een idee, dat ik heb het zelf ook al meegemaakt, een idee waarvan dat je nu zegt van, ik kan het opschrijven, dan zit ik maar aan mijn 20 punten. Dat gek lijkt, kan de week daarna geniaal lijken, als je er een beetje verder over nadenkt. Doe dat echt voor elke oefening. Schrijf die 20 punten op en verplicht jezelf om je creatieve proces te stimuleren. Het gaat jou ook helpen in andere situaties. Dus niet alleen maar in deze oefening, maar in elke andere situatie die je met die 20 ideeën kunt een stukje gemakkelijker en sneller oplossen. Op de duur word je daar ook beter in. Het tweede puntje, heel belangrijk, is planning. Zoals ik zei, deze oefening maak je niet op een kwartiertje ergens tussen soep en de patat. Als je niet voor jezelf 2-3 uur kunt uittrekken om dat te doen, dan kom je er niet. Als er één iets is dat belangrijk is om te doen in jouw groei als ondernemer, als persoon, als bedrijf, dan is dit het wel. De resultaten van dit soort oefeningen gaan bepalen waar je binnen 10 jaar gaat staan. Als je gewoon met je oogkleppen op verder doet, dan weet je min of meer wat het resultaat gaat zijn. Beetje bij beetje groeit dat dan wel meestal. Als je echt top resultaten wil, en dan bedoel ik niet gewoon financieel of weet ik veel wat, maar als je echt vooruitgang wil maken, wat dat ook is in je leven, dan heb je een goede planning nodig. Plan deze tijd in. Is dat 1 keer per week? Is dat 1 keer om de 2 weken? Plan een paar uur per week in 1 blok in om die oefening te doen. En nog beter, neem iemand mee, zoals ik deed met Febe, op een weekendje, om een aantal spontane brainstorm-sessies over al die zaken te houden. Het stimuleert ook de creativiteit als je met 2 bent. En dan, nu moet ik even weer mijn venstertje verschuiven, anders zie ik het niet. Die to-do's. Ja, ja, een blok van 3 uur, dat is gemakkelijk, Maarten. Maar ik heb al heel veel e-mails en telefoontjes en nog offertes te maken en nog andere dingen te doen. En die to-do's, die gaan toch sowieso nooit ten einde komen. Mijn to-do-lijst was vroeger elke dag een beetje langer dan 's ochtends toen ik eraan wilde beginnen. Dus dat heeft toch geen zin. En eigenlijk splits ik nu mijn to-do's op in de 4 kwadranten. Zijnde dringend en belangrijk. Belangrijk, maar niet dringend. Niet belangrijk, maar wel dringend. En niet dringend en niet belangrijk. In het begin is dat een beetje arbitrair, dat je jouw to-do's toewijst aan die 4 kwadranten. Maar na een tijdje begin je het wel te weten. En je moet jezelf telkens de vraag stellen, wat zou er gebeuren als ik het wel doe? Wat voor resultaat gaat het mij opleveren op middellange, lange termijn? En wat zou er gebeuren op korte termijn als ik het niet doe? En op die manier kun je die verschillende to-do's een beetje gaan ordenen. Zet het maken van je oefening, het regelmatig opnieuw uitvoeren van je oefening, zet dat bij die to-do's. By the way, dat is niet dringend, wel belangrijk. En na een tijdje ga je beseffen van, goed, al die dringende dingen, die zijn eigenlijk niet zo heel dringend. Er is niks belangrijker dan die oefening nu, of die oefeningen nu, om die telkens te gaan verfijnen. En als je die beetje bij beetje opnieuw gaat maken, want dat is wat ik nu aanraad en wat ik eigenlijk zelf ook doe, en Febe ook. We maken die oefening voor onszelf, soms samen, regelmatig. En die antwoorden die gaan telkens beetje bij beetje veranderen. Maar beetje bij beetje zie je ook dat je leven verandert. Ik kan het een beetje vergelijken met als je in de auto zit. Je rijdt langs een mooi landschap. Is mij zelf ook al voorgekomen en Febe ook. Je rijdt langs een mooi landschap en je zit zo wat te kijken. En plots besef je van, ik ben ook in die richting aan het rijden. Gewoon omdat je daar naartoe kijkt. Niet omdat je dat bewust doet. Zo gaat het ook met gefocust ondernemen. Als je echt weet waar je naartoe wil, dan ga je er vanzelf naartoe. Het is niet dat alles gedaan wordt voor jou, maar jouw
mindset staat echt in de richting die je voor jezelf opschrijft. En ook al denk je van het heeft weinig zin dat ik het blijf opschrijven, je straalt het uit. Het is moeilijk om het zo te beschrijven. Je straalt het uit, je werkt daar naartoe en je wordt er onbewust naartoe getrokken. Dus blijf werken aan de juiste to-do's, maar blijf heel zeker de juiste prioriteiten te staan. Er is maar één prioriteit als ondernemer en dat is jezelf verbeteren. Al de rest kan eigenlijk op een andere manier, op een ander moment uitgevoerd worden. Jij bent de enige drijvende kracht achter jouw ondernemerschap, achter jouw eigen leven. En daarmee wil ik graag dit webinar voor mezelf beëindigen, maar ik weet redelijk zeker dat er nog wel vragen zullen komen. Terug naar de studio. Merci, Maarten. Ja, back to the studio. Ik had zelf een vraagje al in de chat gezet, zodat ik het niet zou vergeten. Ik denk dat het wel nuttig is om een keer een aantal voorbeelden te geven van idealists die je zelf al gemaakt hebt. Want ik denk dat dat misschien niet helemaal duidelijk was waarover dat bijvoorbeeld kan gaan en wat je daar dan mee kunt doen. Ja, voor mij gaat het bijvoorbeeld... Hoor je mij? Ja, het kwam eventjes achter. Ah, jij kwam ook achter daarnet. een voorbeeld dat nu niet in deze oefeningen zou zitten, maar hele leuke zijn, hoe kan ik ervoor zorgen dat er meer leads bij mijn bedrijf binnenkomen? En ja, het eerste antwoord is dan, ik ga meer klanten bellen, ik ga de weg opgaan. Maar na een tijdje, 20 ideeën is veel om daar een antwoord op te geven. Op de duur zit je echt na te denken, waar zouden die leads allemaal zitten? Dan begin je echt de belangrijke vragen te stellen aan jezelf. Die tot de juiste antwoorden gaan leiden. De meest voor de hand liggende antwoorden zijn niet altijd de beste. Een andere idealist is bijvoorbeeld, waarbij ik bijvoorbeeld zeg mijn fysieke situatie. Los van het feit dat ik gefocust onderneem, heb ik het wel nog altijd heel erg druk. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik ondanks mijn drukke agenda toch nog aan mijn fysieke doelstellingen raak? En dan moet ik gaan kijken, wat zou ik allemaal kunnen doen? Van sporten, op welke momenten zou ik dat allemaal kunnen doen? Dat zijn allemaal afzonderlijke lijstjes waar je allemaal ideeën voor zou kunnen opschrijven. En de beste haal je er dan uit, implementeer je dan, en na een tijdje evalueer je dat en maak je een nieuw ideelijstje om weer een ander probleem op te lossen. Een van de eerste idealists die jij ooit maakte was, wat kunnen we als gezin gaan doen qua activiteiten? Hè? Dat klopt. Ja, hè? Inderdaad. Ja. Dus ook voor zo'n dingen is dat wel interessant natuurlijk om je ideale leven te creëren of vorm te geven. Goed, ik zie dat er anders geen vragen zijn in de chat, maar als er nog vragen zijn voor Maarten of hoe dat hij bepaalde dingen heeft aangepakt of zo aanpakken, unmute gerust jezelf of plaats de vraag in de chat. Katrien zegt dankjewel. Ik ben hier relatief snel overgegaan. Ik kan ook nog wel een boompje opzetten over journaling. Ik kan niet benadrukken hoe belangrijk het is om effectief te schrijven. Met pen en papier aan de slag te gaan om die antwoorden voor jou te zien verschijnen. Dat maakt het zoveel concreter dan gewoon even een brainstorm waar je niks van opschrijft. Als je dat later dan terugleest, dan helpt dat eigenlijk opnieuw als inspiratie voor de volgende keer dat je de oefening maakt. Mm-hmm. Schrijven, inderdaad, heel belangrijk, bevestigt Katrien. Sophie zegt, heel interessant, dankjewel. Dus ik hoop inderdaad dat het inspirerend was. Ja, en wie als daar... als er nog vragen zijn voor Maarten. Ja, ik ging net zeggen connecteren op LinkedIn. Sorry. Inderdaad, ik zeg, connecteer en stel nog verdere vragen, ook later, of als je daar nog eens door geïnspireerd wil worden. Ik help daar heel graag mee en ik babbel daar graag over, zoals je merkt. Ja, super. Ik ga de opname stopzetten. Dankjewel aan iedereen om erbij te zijn. En hopelijk zien we elkaar terug op een van de volgende webinars. Dankjewel, Maarten.